Dan geef ik nu nog even het woord aan Ruud van Gevangenenzorg. Ik wil wat voorlezen. Ja. Dit stond niet in het programma. Ik wil even kort zijn. Ik ben ook voorlichter van Gevangenenzorg Nederland. Net als Klaas, die foto's maakt. Die ook op veel verenigingen van jullie voorlichting heeft gegeven. Ik heb toen met die voorlichting ook een brief voorgelezen van Erik. Die bij mij in de gevangenis, ik ben ook gevangenisbewaker, zat. En Erik heb ik een brief voorgelezen op de meeste voorlichtingsavonden. En nu vraagt de jeugd ook. Heb ook veel aan mij gevraagd. Hoe is het afgelopen met Erik? En ik wil zijn brief die hij voor jullie vanavond geschreven heeft even voorlezen. Aan de jongeren van het LCJ, het is vandaag een bijzondere blijde dag voor jullie. Hard gewerkt, veel opgehaald. Vandaag wordt de opbrengst bekendgemaakt hoeveel jullie met de acties bij elkaar hebben gebracht, waarvan een gedeelte voor Gevangenenzorg Nederland is bestemd. Ik heb van werkmeester Ruud de Bruin gehoord dat het voorlopig bedrag al heel veel blijkt te zijn. Het is inmiddels 30.000 meer geworden. Jullie horen vandaag het juiste bedrag. Dat is voor gevangenzorg ook een blijde dag. Ze kunnen hierdoor weer heel veel betekenen voor de gevangenen en hun familie. En voor mij is dit ook een verblijdende dag. Want ik ben gisteren vrijgekomen uit de gevangenis van Graven. Heerlijk om weer vrij te zijn. Te mogen gaan en staan waar ik wil, zonder dat te moeten vragen aan het gevangenispersoneel. Mijn vader en moeder hebben mij opgehaald. Dit was voor mij een ontroerende ontmoeting, want jullie weten dat mijn vader mij nooit meer wilde zien. Hij wilde mij nooit meer zien, omdat ik veel gedaan heb wat verkeerd was en hem en mijn moeder en mijn familie en slachtoffers veel verdriet aangedaan hebben. Ik ben mijn eigen wegen gegaan en de kerk en mijn familie de rug toegekeerd. Ik heb bijna alles gedaan wat God verboden heeft. Veel sterke drank en drugs gebruikt, disco's en houseparties bezocht, gevochten en gestolen. En deze dingen maakten mij onbekwaam om te leren en te werken. Ik werd ook ontslagen en van school gestuurd. En even later door mijn crimineel leven kwam ik in de gevangenis terecht. Ik heb niet naar de dominee, niet naar mijn ouders, niet naar de leiding, maar bijzonder ook niet naar de jongeren van de JV willen luisteren. Ze hebben mij veel gewaarschuwd. Maar boven alles heb ik God verlaten en ik vraag veel om vergeving. Dat heb ik jullie via meneer De Bruin al verteld in mijn vorige brief aan jullie. Jullie mogen vrij zijn. Waardeer dat en vraag of God je wil bewaren van verkeerde wegen in te slaan die van God afgaan en je ziel verwoesten. In deze wereld is het niet te vinden, maar alle verleidingen... Met alle verleidingen die erin zijn. Dat heb ik wel ondervonden. 4,5 jaar heb ik in de gevangenis gezeten. En het is hier niet mee goed te maken wat ik alle heb aangedaan en met mijn verkeerd leven. Ik hoop dat ik nu een beter leven mag leiden tot Gods eer. Bid voor mij, lieve vrienden. En ook voor al de gevangenen en bijzonder al die jonge gevangenen die het niet meer weten om op het rechte pad terecht te kunnen komen. Ik dank God dat ik weer op het goede pad heb mogen terechtkomen. Heb respect voor al degenen die de jeugd onderwijzen en wat goeds mee willen geven voor de toekomst. Ik lees weer in de Bijbel en bid veel om genade. Heb dank voor jullie inzet voor Gevangenenzorg Nederland. God zegen jullie en voor het mooie bedrag voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland, bedankt. Ik ben inmiddels ook donateur geworden. Jullie ook al? Het gaat jullie goed. Dank je wel.